Jan, we zijn in de gang en dat is hij dan. Het schilderij van een paard. Wow. Hij is echt mooi. Maar nu zijn we in huis verder gaan zoeken of we nog meer dieren tegenkwamen. En jawel. Kijk, ik heb er een extra studiolamp voor aangemaakt. Hij is 1000 watt helaas, dus dit wordt een dure stroomrekening. Kijk, dit is een kat. Die kwamen we toen een keer tegen. We waren in Arnhem. En toen kwamen we een keer een mandarijn een tegen. Deze heb ik trouwens zelf gemaakt met mijn allereerste camera. De EOS 350D. Nu heb ik een andere. De 600D. Dit was mijn vogel vroeger. Die moest toen bij een groene wand gaan staan. We hebben een kameel nog gefotografeerd. Dit was bij een of andere paardenshow, dacht ik. En daar zijn ze dan, de koeien. Ook die heb ik gefotografeerd. En we waren een keer bij een vogelshow. En toen hebben we deze foto gemaakt. Kijk eens. Ja, hij is perfect. Hij is echt mooi. Nog een hond. Toen moest hij op de glijbaan gaan staan. Dat heeft hij ook mooi gedaan. Een soort heidewachtel, hè? Dat is echt wel mooi. Kijk, en deze hond is totaal niet moe te krijgen. Als je hiermee 20 kilometer loopt, dan wil hij verder. Kijk naar zijn ogen. Kijk, toen lag hij op de bank. Maar je ziet het al, hij kijkt, dus hij wil naar buiten. Nou, hier sliep hij dus uiteindelijk een paar minuten. Maar niet voor lang, want toen was hij weer wakker. We waren buiten met de hond, om te lopen. En je ziet het, hij moest weer op de glijbaan gaan staan. Wachten totdat er gegooid werd met de bal. Nou, uiteindelijk hebben we hem dan toch nog stil gekregen. Misschien 5 seconden. En toen rende hij alweer weg. Het is een heidewachtel, dus goed onthouden. Heidewachtels, oh my god. Ze zijn trouwens lieve honden, maar ze zijn heel erg snel. Ach, toen was hij hier bij mij in de studio. Kijk. Toen moest hij weer op de glijbaan gaan zitten. En dit is trouwens in Arnhem met een of ander model. Dit is een soort van graffiti muur. Daar hebben ze Bob Marley naar getekend. En ik denk dat ik hier ergens op de studiomuur ga kijken dat hier nog een keer Bob Marley staat. Wacht, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ja, dit is in Arnhem, in de buurt van de fonteinen. Dit was toen bij Powerhorst, de paarden. Nou, daar is hij dan, de devilhond. Kijk er maar eens heel goed naar. Dat was een hond die we toen gevonden hadden. Die hebben we toen naar de politiebureau gebracht. En later is hij weer teruggekomen bij de eigenaar. Het was een hele speciale hond, maar goed. Damherten, deze heb ik trouwens in Arnhem toen gefotografeerd. Damhert nummer 2. Zo zien ze eruit. En dit was toen met een Schotse hooglander. En dat was midden op de postbank. En je ziet dit. Als het heel warm is, kun je ze gewoon aanraken. Kijk eens. Hartstikke mooi. We hebben een paar foto's gevonden. En nou komt het. Oh my god. Hier is die dan. Het gevaarlijkste beest die toen achter me aan zat. Ja, dit is die hele lange weg naar de postbank. En hierachter heb je de brandtoren. En je ziet het. Kijk naar die horens. Wow, hij was echt groot. Tegen zo'n beest heb ik een keer aangezeten. Maar dat doe ik geen tweede keer meer, maar goed. Kijk, zo zien ze er van dichtbij uit. Echt gangster. Dit is trouwens een hele mooie foto van de waterzuivering in Zaandam. Terwijl ze de hele waterzuivering weggebroken hadden. Hier staat nu de waterzuivering waar ik altijd film. Dus ga maar een paar filmpjes terugkijken, dan kunnen jullie het zien. Als ik mijn fiets parkeer voor de studio, dan doe ik dat altijd op een hele speciale manier. Goed kijken. Zo dus. En je ziet het, de hond was er toen ook bij. Ah, kijk eens. Kijk, en als je hem omdraait, dan lijkt het net een vliegende hond, maar dat is gewoon niet zo. Kijk, zo parkeerden wij onze fiets toen altijd. Toen wisten ze van, ah, hij is aanwezig. En dit is een grote zwaan die gevoerd wordt. Zie je dat? Ik zou dat echt nooit durven. Nou, dit was de video. Ik moet nog even wat zeggen. We hebben nieuwe lampjes gehaald voor in de studio.